wij organiseren, nou ja, wij organiseren, onze licentiehouders vooral organiseren. Maar wat is het mooi, hè? Miss Noord-Holland. De meiden zijn echt heel erg knap. Sexy and I know it.
Yeah, when I'm at the mall, security just can't fight them all. And when I'm at the beach, I'm in a speedo trying to tan my cheeks. This is how I roll, I'm all like these, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Why? Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out when I walk in the spotlight. This is what I see. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Check it out. Check it out. Wiggle with it. Yeah.
Miss Danielle. Inmiddels weer helemaal terug op adem. Ja hoor. Je haar is zelfs nog veranderd. Het kon ook wel even in die tijd. Ja, dat was echt. Het ziet er echt waanzinnig mooi uit. Danielle, je tijd gaat in. Ik ben trots op onze provincie. Noord-Holland heeft het voor mij allemaal. Van kaas en klompen tot aan de dynamische hoofdstad Amsterdam. Eigenlijk, zoals ik zelf ook ben, een Hollandse nuchtere, nou, nuchtere Hollandse meid. En ik hou ook heel erg van glamour en actie. Ik heb vroeger aan topsport gedaan en nu reis ik als professioneel acrobaat de hele wereld over. Hierdoor ben ik heel vroeg zelfstandig geworden en ben ik een echte doorbijter. Mijn motto, altijd blijven stralen. The show must go on. Dankjewel, Danielle. Miss Kim. Het is weer leuk, want jouw voor- en achternaam die lijken gewoon op die van mij, hè? Ja, echt. Vertel even je voor- en achternaam. Kim Butter. En ik ben Kim Kutter. Nou, ik vind het heel grappig. Kim. Ja, we vinden de mensen ook. Jij hebt ook wat voorbereid waarschijnlijk waarom jij de meest ideale, behalve je naam, de meest ideale Miss Noord-Holland bent. Hier is de microfoon voor jou. Ik ben de ideale Miss Noord-Holland omdat ik heel spontaan en altijd vrolijk ben. Daarmee heb ik allemaal voor mensen heel veel dingen over. Ik hou echt van Nederland door de tulpenvelden en de vrijheid die we hier hebben. En dat wil ik ook echt koesteren. Ik ben sowieso nu in een kappersopleiding, dus veel met haar en mode en uitstraling bezig. En dat is ook echt mijn doel en ik wil hier echt gewoon stralen voor iedereen om Nederland te vertegenwoordigen. Dankjewel. Miss Kim. Miss Anke. De deur staat jou ook waanzinnig, hè, Lavendel? Dankjewel. En een pony, je bent wel een opvallende mis, hè? Ja, ik ben de enige met pony, inderdaad. Ja. Heb je dat ook geknipt bij de kappers van Farouk? Of? Nee, dat niet. Maar, je zit wel vaker model als kappersmodel? Ja, regelmatig, ja. Nou, we zijn heel benieuwd naar jouw elevator pitch. De microfoon is voor jou, Anke. Dankjewel. Ik ben Miss Noord-Holland omdat ik de titel met volle trots zou dragen. Ik ben trots op het Noord-Hollands landschap, met de rust van de polders en de drukte van de stad. En ondanks deze grote verschillen bestaat er wederzijds respect. En ik ben ook trots op deze mentaliteit. Ze zijn nuchter, zetten door, laten zich niet uit het veld slaan. En ik beschik over de eigenschappen die dit weer spiegelen. Ik kan Noord-Holland net zo trots maken als dat ik op de provincie ben. Dankjewel, Miss Anke. Of moet ik zeggen, Stephanie. Stephanie. En nog een applaus voor Miss Stephanie, of? Oh. Zie je hier het meest tegenop? Moeten we raden? Nee, eigenlijk niet. Je praat wel lekker makkelijk. Ik heb wel een vloed op babbel, ja. Dacht ik wel. Ja, Stephanie, de microfoon is voor jou. Nou, goedenavond allemaal. Waarom ik Miss Noord-Holland moet worden is omdat ik weet wat ik te bieden heb. Ik ben sociaal, ik sta nuchter in het leven, ik ben gedreven. Ik beschik over de drie wezen die een Miss moet hebben. De beauty, brains en business. Daarbij ben ik trots op mijn vier nationaliteiten die ik bezit. Noord-Holland of Nederland is een multiculturele samenleving waarin iedereen elkaar accepteert. En daar ben ik trots op. En het is een droom voor mij om Miss Noord-Holland te worden. En ik wil jullie heel erg bedanken voor deze kans. En welke vier nationaliteiten? Armeens, Indonesisch, Duits en Amerikaans. Oh ja, je lijkt hartstikke Nederlands. Ja, dankjewel Stephanie. Dames en heren, wat ik net al vertelde, er zijn verschillende mogelijkheden om in de top 6 terecht te komen. En de eerste was de sms van de laatste periode. De winnares van de sms stemmen is geworden... Miss... Lulu! Je mag even een stapje naar voren doen natuurlijk. Jij zit in de top 6 van Miss Noord-Holland. En de stem van jullie in het publiek in de zaal is geworden, inderdaad, ook Lulu. Dat betekent dat we naar de nummer 2 gaan van de publiekstem. Want zij heeft het namelijk al. En wie is nummer 2, denken jullie? Die zich mag voegen bij de top 6 naast Lulu is geworden Miss Stephanie. Laila! Yeah!
En dat betekent dat we nog 4 meiden hadden mogen uitkiezen. De jury heeft gesproken. En ik ga je opnoemen. Voor de meisjes die afvallen, laat dit niet een ding zijn om onzeker te worden. Wees zeker en heel positief dat je bij de 12 mooiste van de provincie Noord-Holland hoort. En wees daar heel erg trots op. Een applaus voor al deze missen. De volgende miss die ik ga noemen is Miss Kim! Miss Lena! Nog 2 missen mogen erbij. Miss Stephanie! En de laatste naam die ik mag noemen. Is het Lisanne? Is het Charlotte? Is het Danielle? Is het Roxanne? Is het Anke? Is het Manon? Het is geworden Miss. Het was een close call. Miss Anke! Dat betekent helaas dat we afscheid moeten nemen van jullie kanjes. Laat je nog 1 keer even zien aan het publiek. Het publiek even hard voor je mag applaudisseren. Lisanne, Manon. Applaus voor deze dames. Charlotte, Danielle, Roxanne, Manon en Michal. Ja. Wat spannend, hè. De vragenronde, die gaat met jullie van start. Ja, dat is heel spannend inderdaad. Ja, je weet totaal niet wat voor vraag je kunt verwachten natuurlijk. Nee, ik ben op alles voorbereid. Ja, nou, dat is heel goed. Zullen we dan met jou gaan beginnen? Ja, we beginnen met Miss Anke. Kom maar naast mij staan. En dan, ik weet niet of er een beetje een spotje op de jury kan, dat ik ze kan zien. En dan zie ik volgens mij dat Dagmar de microfoon heeft. Ja. Ja, hij staat aan. Anke. Voor jou de eerste vraag. Daar moet ik altijd even over nadenken. Ja, ik heb hem. Wat is het nieuwsfeit van de afgelopen periode wat het meeste indruk op je heeft gemaakt en waarom? Nou, ten eerste, het geweld in Syrië heeft heel veel indruk op me gemaakt, omdat er heel veel onschuldige slachtoffers zijn gevallen. Maar wat mij persoonlijk ook heeft geraakt is de zaak in Engeland. Het was een gezin waarbij 4 kinderen om het leven zijn gekomen bij een brand. En later bleek dat die ouders wellicht de aanstichter waren. En aangezien ik criminologie studeer, vind ik dat heel erg interessant. En vraag ik me af wat die mensen beweegt en ja, hoe er zoiets verschrikkelijks kan gebeuren. Goed antwoord, dankjewel. Dankjewel, Anke. Nee. We hebben ook een Nederlandse vraag hebben we nu gehad. Maar het is natuurlijk voor een miss heel belangrijk om ook goed Engels te kunnen spreken bij de internationale verkiezingen ook. Dus de Engelse vraag, en dames en heren, wij snappen dat je nog niet het volledige antwoord kunt geven. En daarin stel je voor je wordt Miss Noord-Holland, gaan we je echt nog wel trainen. Maar toch, een Engelse vraag voor jou. Yes, Anke. If you could give a child one piece of advice, what would it be? To be very careful and to, I think you have to listen to your parents, well, when they can support you, and then to make good choices and to develop your own personality and express that. Okay, thank you. Dankjewel, Anke. Stephanie. Nee, Stephanie. Oké. Okay. Even kijken. En nu doen we het. Ja, ik moet even een paar keer zeggen, Stephanie. Nou, we zitten erin. Even kijken wie de vraag gaat stellen. Stefan gaat aan Stephanie de vraag stellen. Om het nog even moeilijk te maken. Ben je zenuwachtig? Nee, ik vond het echt Oh, ja, dat is fijn. Gelukkig. Stefan. Stephanie. Sorry. Maak je uit. Stel je voor, je wordt Miss Noord-Holland, je wordt Miss Nederland. En je moet fotoshoots doen, en je moet naar het buitenland gaan en noem maar op, al die dingen. Je wordt Miss Universe, je moet naar Amerika. En je vriend heeft een vakantie gepland voor, laat ik zeggen, 4 maanden rond de wereld. Wat kies je en waarom?
Nou, ik hou sowieso van reizen, dat is één ding. En ja, het is misschien lullig om tegen een vriendje te zeggen, maar het is toch mijn carrière, is toch mijn ambitie. En ja, ik vind het gewoon heel erg belangrijk. Het is gewoon wel, ambitie komt op de eerste plek en op de tweede plek komt je vriendje. Dus ja, sorry! Dat was heel hard voor je geapplaudisseerd, dat is jullie. We maken het wel goed met het vriendje. Ja, nou ja, we gaan over 3 jaar willen we 1 jaar gaan reizen met een zeilboot over de hele wereld. Dus in die tussentijd daarvoor kan ik nog lekker gaan reizen voor mijn carrière. Heel goed geantwoord. Dankjewel. In het Engels. What is the biggest mistake you've made in your life and what did you learn from that? The biggest mistake? That's a difficult question. I think maybe I fight a lot with my mother because she's my best friend and we fight a lot. That's maybe the biggest mistake I make because she's the most important person in my life and I love her. So yeah. What did you learn from that? To not fight a lot with her anymore. Okay. Thank you very much. Dat is een vraag, Stefan. Nou, zij mag eens. Ja, die meiden die zijn nog hartstikke jong. Hoe kun je nou een grote fout? Ja, de enige fout wat ze misschien kan maken is dat ze net haar vriendje eventjes. Nee, maar even serieus. Heb jij geen leuke vraag? Nou, ik vind dat een hele goede vraag. Oh, nou goed. Nou ja, ik vind het stom. Oké, Stefanie. Ja, ik vind het stom. Ja. Nou, we praten later wel even erover. Maakt helemaal niet uit. Kim krijgt het heel moeilijk met mij te komen. Stefanie. You're going to Miss Universe. Your roommate is Miss Thailand. And she wants to visit you in North Holland. What are the 4 things that you would show her? I show her the Amsterdam, of course. That's a beautiful place to show. I think the cheese market in Alkmaar. I went there last year with all the misses, and it's really beautiful to go there. Maybe I go with a boat on her into the city. It's really nice. And what else? Als je Amsterdam doet, is ook wel genoeg. Dat telt wel voor 2. Ja, really? Oh, okay. Yeah. Thank you very much, Stephanie. Okay. Dankjewel, Stephanie. Lena. Als je daar zo in het rijtje staat, hoe voelt het dan? Ben je dan blij dat die ene vraag is geweest? Of, Nou, je blijft zenuwachtig. Ik weet niet wat voor vraag je krijgt. Dus, Ik zit even te kijken wie de microfoon op deze regen gaat aan jou stellen. Is het goed? Ja, prima. Hi Lena. Zou je mij kunnen vertellen wat je meest waardevolle bezit is? Dat zou iets tastbaars kunnen zijn, ontastbaars. Maakt niet uit. Mijn waardevolle bezit, kan het ook een persoon zijn? Jij mag het zelf met verzinnen. Mijn waardevolle bezit is mijn familie. Mijn ouders, mijn zusje zijn het belangrijkste in mijn leven. Zonder hun kan ik echt niet. Ik ben opgegroeid met hun natuurlijk. En zijn echt het belangrijkste in mijn leven. En als je naar Miss Universe moet, wat is iets wat je... Nou, het leukste is, mijn ouders die staan volledig achter mij. En mijn zusje vindt het ook helemaal geweldig. Dus die zouden me echt steunen in alles en die zouden klaar voor me staan. Dus dat zou totaal geen probleem zijn. Oké, dankjewel. Graag gedaan. And of course also an English question for you. Can you tell me something that nobody else really knows about you? About me. Vind ik een leuke vraag. It doesn't have to be a secret or anything. nobody knows. Or just a couple of people, no? Just a couple of people. There's one thing. I have curls, a lot of curls, and I really don't like it. I really hate my curls. So every day I just straighten my hair every day. So only my parents know that I have a lot of curls and nobody else does. You should be proud of your curls. Yeah, I know, but I like straight hair, so that's why. Okay, thank you. You're welcome. Ik denk dat Farouk al blij hiervan wordt, denk je niet? Met al die steltangen. Heel goed, we gaan door met Kim. Ja, applaus voor Kim. Even opbeurend natuurlijk. Kim, gespannen? Ja, wel een beetje. Heb jij een vraag die je niet wil horen? Nou, dan gaan ze hem juist stellen. Ja, daarom vraag ik hem ook aan je. Nee, niet echt.
Straks als jij de vraag hebt, gaat vraag ik hem nog een keer, goed? Even kijken, wie heet Rowan? Ja. Hallo Kim. Als je buiten Nederland zou moeten wonen, welk land zou je kiezen en waarom? Ik zou Turkije kiezen. Waarom? Omdat ik er al een paar keer ben geweest. Ik vind het gewoon een superleuk land en heel aardige mensen. Ja, en lekkere zon natuurlijk. En ik heb natuurlijk ook een Engelse vraag, maar die is heel persoonlijk. Oké, who is your most favorite person in the world? So, who is your most favorite person in the world and why? I think my mom, because I'm really proud of her, because she made, what is it? she worked hard every time, and that's why I wonder. Thank you. Oké, dankjewel. Kim. Laila. Lady in Green. Dag maar. Zeker. Oh, ja, dat je die extra stem er nog even bij kreeg, hè? Ja. Oké, Laila, ik heb voor jou een vraag. Je gaf net al aan in je pitch van, nou, ik ben er trots op, mijn huidskleur. Als jij nu straks Miss Noord-Holland wordt, en jij staat daar tussen 11 andere beauties, want we hebben in elke provincie zeker zo mooie meiden als hier. Hoe zou jij dan opvallen, dus waarom zou jij dan opvallen tussen al die andere provinciale missen, behalve je huidskleur? Nou, als ik tussen die andere 12 missen zou staan in een andere misverkiezing, zou ik zeker opvallen door mijn innerlijk. Die ik uitstraal, ook van buiten. Schoonheid komt ook natuurlijk van de buitenkant, maar zeer zeker van de binnenkant. Dat is een combinatie van schoonheid, dat is beauty. Beauty comes from inside en de outside. Dus zo kan ik laten zien aan de anderen van, zo ben ik ook mooi. Dus van binnen en van buiten. Oké, dankjewel. Ja, er mag wel even voor geklapt worden hoor. Dat is een hartstikke mooi antwoord. And I also got an English question for you. Yes. You know that beauty pageants also states charity. Yes. If you could choose one charity, what would it be and why? If I could choose one charity, it would be the cancer charity. Why I will choose the cancer charity is because my mother is a survivor of breast cancer. She is here in the audience today. She supports me all the time. And I can tell you she's really a fighter. And 3 weeks ago we heard that she is a survivor of breast cancer. She's cancer free now. Yeah. So, yeah, if it wasn't for my mother that carried me for 9 months and created me, I would not have been standing here. So yeah, I would support the people that have cancer because cancer is a really bad disease. And I'm a nurse myself. I know, I see those things every day. So surely I will support the breast cancer. Dankjewel, Laila. Wauw, heel goed gedaan. Jeetje, dat zij dan ook net zo'n vraag krijgt, hè. Het is, ja, het valt altijd op de plek. Je hebt het heel goed gedaan en een extra applaus voor je moeder ook gevraagd. Ja, ik vind het heel gek. Ja, en nu? Miss Lulu. De laatste op de rij. Ja, ik heb er zin in. En volgens mij heeft Stefan de vraag om jou. Ja, ik heb een vraag voor jou, Lulu. Het is gefeliciteerd met je beide overwinningen die je nu al hebt natuurlijk. En ik heb een vraag voor jou. Stel je voor, je zou... we gaan met misverkiezingen hier in Nederland zo ver, zoals dat in Venezuela ook doen. Dat een van jouw prijzen is dat je iets aan jezelf moet gaan veranderen. En dat moet. Wat zou dat dan zijn en waarom? Ik zou mijn snor laten lezen. Als dat hem is. Als dat alles is. Als dat alles is, de rest is niet meer nodig. Nee, dan nee. Is dat duidelijk, Stefan? Dan is wel de Engel. De Engelse vraag. What does beauty mean for you? Beauty is... the first thing you see when you meet someone, but it's not necessarily something you are born with. It's the presentation, the representation of how you
present yourself. So it can be in the clothing, it can be the inner beauty that comes out, your smile, the energy you give, and that is beauty for me. Thank you very much. Thank you, Lulu. Dames, kunnen jullie even nog hier naar voren komen? Goed in het licht, kan de jury nog snel even zien voordat ze weer in beraad gaan. Even iets opschuiven, Leemert. Zullen we allemaal bij kunnen? Even opschuiven. En dan zou ik het... Ja, ik ben altijd in de kleur, hè? Stephanie, wil jij ruilen met Lena? En wil jij ook naar het hoekje? Anke, want dan staan jullie ook nog even mooi te kleuren. Ja. Zo. Jullie kijken nog even goed na. Dit is de top 6 van Miss Noord-Holland. Dit is moeilijk, hè? Ik weet dat jullie moeilijk hebben. Ondertussen mogen jullie nog eventjes zeggen. Ik denk de andere missen staan ook klaar en je achter de schermen nog. Klopt dat? De andere missen staan ook klaar en je achter de schermen, Jeroen. Klopt dat? Die mogen ook even bij je op de catwalk komen. Ja, met z'n allen. Nog één keer. Ja, ook applaus voor deze missen. Het is wat, hè. Het zit er bijna op. De jury is nu aan het beraden wie de Miss Noord-Holland moet worden van jullie allemaal. We hebben de fotoshoot van jullie bikini klaarstaan. Ik weet niet of jullie dat zelf ook goed hebben gezien. Nee. Willen jullie nog even meekijken? Jullie allemaal. Staat hij klaar? Kijken we nog één keer naar de bikini. Nummer 3. Dat ga ik natuurlijk niet zelf bekendmaken. Helemaal in mijn eentje. Want de licentiehoudster van jullie, dat is onze Jill Duivers. En die wil ik heel graag op het podium halen. Applaus voor Jill! Jill gaat natuurlijk met mij de officiële uitverkiezing doen. Ja, kom er even bij. De kroon heb je in de hand. De officiële sjerp heb je in de hand. En hier gaat het om, hè? Ja, spannend. En ik vind het ook heel moeilijk. Want ze zijn allemaal zo lief en zo leuk. Zoveel met elkaar gewerkt en zo'n mooie avond van, met z'n allen ervan gemaakt dat ik echt, waarom houdt het nou op? Maar, Dit is het eerste jaar voor jou als licentiehouder, niet alleen, je doet het samen met Jeroen, hè? Ja, klopt, ja. Met z'n tweetjes. En jullie hebben best wel man en macht verzet, een fantastische prestatie neergezet, moet ik eerlijk zeggen, want jullie hebben de media weten te bereiken, jullie zijn de hele provincie door geweest en eigenlijk alle activiteiten zijn naar voren gekomen. Heel veel complimenten voor jou en voor Jeroen. Applaus voor hun allebei. Je hebt ze meegemaakt van dag 1, de casting, tot aan nu. Dat heeft ook zeker meegewogen in het jurybesluit, hè? Absoluut, ja. Ja, je kan ze niet over één dag beoordelen, zeker niet. Jij weet als geen ander ook hoe het is, als Miss, hè? Miss Earth Nederland, hoe belangrijk het kan zijn. Dus wij gaan de nummer 3 bekendmaken, dan de nummer 2 en dan de nummer 1. Even vooropstellend dat de top 3 sowieso een hele belangrijke positie is. Want stel je nou voor, de winnares die wint Miss Nederland, dan de nummer 2, die vervangt dan heel veel taken van de nummer 1. En sowieso de top 3 zal vaker worden ingezet met allerlei activiteiten van de Miss Noord-Holland verkiezing. Maar wellicht ook bij onze modellentak van Miss Nederland kunnen jullie allemaal ingezet gaan worden. Dus wie weet. Maar nummer 3, ik heb het lijstje hier voor me, is geworden Miss Lulu! Top 3 van Noord-Holland. Ja, dat is lief. De jury heeft helaas anders besloten, maar nummer 3 is ook een hele mooie positie. Blijf inderdaad ook even staan. En de nummer 2 is geworden. En dit was dus. Jill, je hebt al fans in de zaal, hè? Zo. Dat snap ik, Jill doet niet meer mee. En die heeft al lang gewonnen. Het gaat tussen deze 5 dames. En tussen nummer 1 en 2 zat echt een heel, heel, heel,
heel minimaal verschilletje. Nummer 2 is geworden Miss Lena! Ja, een bos bloemen er natuurlijk bij. Ja, we hebben een fantastische top 3, dat is sowieso al duidelijk. Lena, je mag even erbij gaan staan. Hou elkaars handje vast, want één van jullie wordt Miss Noord-Holland. Kom bij me, Jill. Ja. Miss Noord-Holland. En ik moet even zeggen, voordat ik dat ga doen. Jury, ontzettend bedankt voor jullie effort en... waanzinnige waanderis, dat kan niet anders natuurlijk in Noord-Holland. En een waanzinnige top 3. Dank jullie wel, juryleden. Miss Noord-Holland 2012. Is het Kim? Is het Anke? Is het Leila? Is het Stephanie? Het gaat in elk geval iemand zijn die wel inzet moet gaan tonen. Die graag wil groeien met ons, met de organisatie. Die zich in zal zetten voor de provincie Noord-Holland. Met Jill en met Jeroen, maar ook zeker met Miss Noord-Holland. Ja, met of zonder vriendje, ik weet niet wat jullie allemaal vriendje. Ik weet alleen van Stephanie of ze nou een vriendje heeft, maar... De winnares van Miss Noord-Holland. Miss Noord-Holland 2012 is geworden Miss Stephanie! Noord-Holland. Ja, ik had het echt niet verwacht. Ik ben een beetje... Want waarom had je het niet verwacht? Ging er iets mis? Of was je bang voor de concurrentie? Wat was het? Ik vond mijn vraag een beetje slecht gaan. Dus ik dacht, oh, dit gaat helemaal niet in mijn vijf. Maar ik ben helemaal... ik hoop dat mijn familie heb trots gemaakt. Nou, dat heb je vast. En ja, je hebt nog een tijdje om je voor te bereiden voor Miss Nederland. Dat de juryvragen nog beter gaan worden. Maar dat gaat goed komen, toch? Je gaat je helemaal volledig inzetten. Ja, ik ga me volledig inzetten. Ja. Ben je trots op je provincie? Ja, heel erg. Miss Noord-Holland staat hier, dames en heren! En die auto! Je hebt nog geen rijbewijs, dan moeten we dat ook maar gaan regelen. Dames, jullie mogen haar feliciteren hoor. Dames en heren, ontzettend dank voor jullie komst. Jullie mogen zo meteen natuurlijk allemaal gaan feliciteren. Stephanie, willen we eventjes hebben voor een tennisnap. Momentje.